half uur ging sneller. Goed dat je het in de gaten had gehad, want ik zei het nog als ik helemaal begin te praten, jongen. Maar zo zie je het maar, hè. Ze zeggen het gewoon, wat zeggen ze altijd? Time flies when you're having fun. Ja. Ja. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Centrologen. We zijn vandaag bijeengekomen samen met broeder Juan en broeder Said. We zijn bij Juan thuis, dus Juan, dank dat we hier vandaag zeker aanwezig zijn. Zeker, gezellig. We gaan het vandaag hebben over ondernemerschap. Juan is natuurlijk een ondernemer en hij gaat ons alle ins en outs vertellen over zijn ondernemerschap. Hoe hij met ondernemen begonnen is, waar hij tegenaan is gelopen, waar hij niet tegenaan is gelopen. En ja, daar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben. Yes. Goed, ja. Een beetje zin in vandaag, jongen. Ik heb er zeker weten zin in, ja. Ik heb het hele weekend niet kunnen slapen, dus jullie zijn goed op tijd gekomen. Ja, en ik heb heel veel te vertellen, dus ik hoop dat het een beetje een niet te lange aflevering wordt. Omdat iedereen zijn concentratie kan houden, maar... Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Gewoon, hoe ben je eigenlijk met ondernemerschap begonnen? Wat heeft jou eigenlijk aangetrokken om toch, zeg maar, voor jezelf te gaan beginnen? Ja, ik ben gewoon, ik ben nu 21 jaar. Ik ben, denk ik, toen ik ongeveer 18 of 19 was, ben ik gestopt met school. Ja, dan zou je kunnen zeggen of dat een slimme beslissing is. Nou, ik vond het principe van toen van wel. En dat is later ook wel gebleken, want het was gewoon niet mijn, het lag mij niet, zeg maar. Ik was bezig met iets wat niet echt, voor mijn gevoel, invloed ging hebben op mijn toekomst, zeg maar. Ik wist gewoon, die opleiding paste niet echt bij wat ik later wou doen. Dus toen ben ik gestopt en ik had al wel een plan B, alleen, maar iedereen weet gewoon, als je iets wil beginnen, dat maakt niet uit wat je wilt beginnen, moest je natuurlijk wel gewoon geld hebben daarvoor. Dus toen ben ik gewoon gaan werken en toen ben ik nu sinds vorig jaar eigenlijk echt begonnen met het ondernemen en... Ja, nu zit ik hier. Bij jullie. Bij ons inderdaad. En waarom heb je dan gefocust op ondernemen? Heb je dan, je hebt heel veel soorten eigen bedrijven natuurlijk. Mensen die zich bezighouden in de bouw. Mensen die zich bezighouden met huizen. Mensen die zich bezighouden met meubilair of met microfoons, telefoons, elektronica. Nou ja, kijk, in het begin is het lastig, zeg maar. Want er is natuurlijk een bepaald beeld die mensen hebben van een eigen bedrijf. Wat ga je dan starten, weet je wel. Kijk, in principe in het begin... weet je nooit echt wat je wil. En je gaat natuurlijk een beetje af van, ja, wat is dan winstgevend? Waar kan ik rijk van worden? Dat is natuurlijk het begin waar iedereen start. Van, hoe word ik zo snel mogelijk rijk? Dus ja, in het begin wist ik zelf ook niet echt wat ik wou. En ik heb toen heel lange tijd gefocust op bol.com. Dat kennen jullie allebei wel, denk ik. Ik weet niet of mensen dat weten, maar bol.com is in principe niet een merk. Het is eigenlijk gewoon een platform waar mensen producten kunnen verkopen. Dus jij kan daar partner worden, ik kan dat en jij kan dat in principe ook. Daar heb ik toen heel lang over nagedacht, gezocht, ook mee begonnen. Alleen dat lag me toch op een gegeven moment niet echt. Ik kon er niet echt mijn eigen draai aan geven, zeg maar. Dus je kan je product op de site plaatsen, maar dat is ook alles. Uiteindelijk blijft het hun site en hun omgeving, zeg maar. Je bent toch uiteindelijk afhankelijk van hun? Ja, je bent uiteindelijk voor mijn gevoel niet echt onafhankelijk. En ik vind als jij echt een ondernemer bent, dat je dan echt onafhankelijk bent. Hè? De goal is ook altijd om... niet meer voor een baas te werken. Ik zeg ook altijd, je skipt zeg maar de 9 tot 5 en je begint met 9 tot 9. Want ja, je werkt niet meer voor een baas, maar dat betekent niet dat je dan niet meer heel druk kan zijn. Dus dat was voor mij niet echt, het voelde niet echt als iets waar ik me elke dag mee bezig kon houden. Dus toen ben ik gewoon gaan werken. Ik werk ook zelf nu part-time in de sales voor T-Mobile. En toen ben ik daarnaast op een gegeven moment een beetje gaan zoeken van wat ligt mij dan wel en wat is dan wel iets wat mij elke dag bezig kan houden, waar ik ook elke dag bezig mee wil zijn, zeg maar. Want als je het niet leuk vindt, geloof ik er ook in dat je het natuurlijk niet elke dag zou kunnen doen. Ja, dan word je heel snel zat en dan ga je het verwaarlozen of je gaat niet meer 100% ergens voor inzetten. En dan zal het resultaat natuurlijk ook heel anders zijn, dat je er wel echt 100% voor inzet. En toen kwam ik e-commerce tegen en ik denk... net zoals iedereen die het e-commerce kent, via Instagram, via de mensen die het doen, de bekende mensen, de online gurus, zeg maar, die dan ook promoten en die graag iedereen rijk willen maken en iedereen willen helpen. En toen dacht ik van, ja, weet je wat... poging wagen. Poging wagen, het is misschien al wel heel bekend. Alleen, ja, als een ander het kan, dan waarom zou ik het dan niet kunnen, weet je wel? Maar je had er ook geen twijfels bij toen je het voor het eerst zag? Nee, twijfels niet. Alleen ik wist wel van, ik moet dit goed gaan aanpakken. Ik moet niet als een wilde gek hierin gewoon gaan beginnen en hopen dat er over een maand een Lamborghini voor de deur staat. Want ja, je moet natuurlijk wel reëel nadenken en ook goed voorbereiden en goed bedenken van, hey, wat moet ik hiervoor doen en wat gaat het kosten? En ook wat jij toen hebt benoemd in de vorige video van, het worden allemaal hele mooie verhalen verteld, maar is het ook echt wat er gaat gebeuren? En is dat ook zo? Is dat ook echt binnen een paar maanden?
Of moet je dat misschien een jaar doen, of 2 of 10 jaar? Ja. Dus ik stond er wel heel neutraal in en ik wist wel van, dit gaat me niet natuurlijk binnen een maand lukken. Nee, precies, precies. Dus dat, en dat was uiteindelijk heel goed, want dat heeft me ook scherp gehouden en dat heeft me geen teleurstelling gekost. Dat het me dan ook binnen de maand niet was gelukt, zeg maar. Want dat was het zeker niet. Nee. Dat was het zeker niet, nee. En vond je ook dat ze je goed zeg maar op weg hebben geholpen? Dat je zeg maar, de hulpmiddelen hebt gekregen en dat je zelf moest bepalen wat je met die hulpmiddelen moest doen? Of hebben ze stappen gezet? Nou ja, kijk, en dat is inderdaad ook hè, wat ik vooral in de vorige video zag, wat me heel erg triggerde. Van, hè, het gedeelte over de cursussen is natuurlijk eigenlijk het meest besproken. En ik denk ook wat iedereen ziet, hè, de cursussen. En de mensen die dan bijvoorbeeld hè, ongeveer 1000 euro gemiddeld vragen voor zo'n cursus. Ik heb zelf, laat ik dat vooropstellen, nooit een cursus gekocht. Ik heb nooit een online cursus aangeschaft of training gevolgd bij iemand. Maar zou je het ook anderen adviseren om dat ook niet te doen? Nee, nee, ik zou dat sowieso, ik zou het niemand adviseren, ik zou het ook niemand afraden. En dat moet ik denk ik even toelichten, want het klinkt misschien heel vaag, maar daarmee bedoel ik te zeggen van, ga eerst zelf het onderzoek uit en vergeet niet dat je zelf ook een heleboel kennis hebt, weet je wel. Niet alles is per se te koop. Bedenk ook dat de cursus die je koopt, die informatie, die komt ook niet uit de lucht, snap je. En dat is ook informatie die ergens is vergaard. Dus ga eerst zelf onderzoek uit. Ga eerst zelf kijken van, hey, hoe ver kom ik, snap je. En geloof me, ik vertel het net, ik help dan ook wel eens af en toe mensen. Die geef ik ook aan van, dit is een plek waar je dit kan vinden. Dit is een plek waar je iets kan vinden. En die zien ook gewoon zoveel informatie. Denk aan het internet, hoe groot het is. Er is zoveel informatie te vinden. Dus eigenlijk geven ze kleine puzzelstukjes om uiteindelijk een eigen puzzel te kunnen maken. Zeker weten. Alleen de grootste fout die mensen maken is dat ze het allemaal heel snel willen. Weet je wel? En de uitdrukking hardlopers zijn doodlopers. Die heeft op zich ook wel een hele grote rol in dit verhaal. Want ja, waarom zou je iets groots willen opbouwen binnen een week? Weet je wel? Ik bedoel, Rome is ook niet in één dag gebouwd. Als jij zegt van, hè, ik wil hier iets serieus mee en ik wil hier echt een toekomst mee opbouwen. Ja, dan moet je ook niet de wil hebben om dat dan binnen 1 of 2 weken te doen. Dan denk ik van, dan ga je gewoon te snel, weet je wel. Neem die tijd, ga lekker op onderzoek uit. Het heeft mij een half jaar gekost om überhaupt alleen maar informatie te verzamelen. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment, je kent die gele post-its wel, toch? Zeg maar, die je vroeger ook kreeg, waar je dan dingen op kon schrijven en moest je dan op het bord plakken. Ja, ja. En toen woonde ik nog bij mijn ouders, dan had ik gewoon de hele muur had ik helemaal volgeplakt met van die post-its. Ja. Ik had alleen maar informatie verzameld. Mijn moeder dacht op een gegeven moment ook van, wat is dit voor? Het is gewoon een gele muur geworden, weet je wel. Ja, was je mee bezig? Is die detective geworden of zo? En ik had al die informatie verzameld, maar ik deed er ook niks mee. Dus dat was op een gegeven moment ook van, ja, verzamel die informatie, maar ga dan wel op een gegeven moment ook starten. Maar kom je een beetje bij het categorie action faking? Dat je een keer gedachten zet om bepaalde acties te ondernemen, tuurlijk, maar nooit naartoe komt. Daarom, en je moet niet te snel gaan, ook niet te langzaam. Je moet gewoon informatie opzoeken tot een bepaald punt. En dan moet je gaan beginnen, omdat ja, je leert ook echt superveel in de praktijk, weet je. 90% leer je in de praktijk, dat is op school, en 10% is gewoon theorie, zeg maar, wat je echt op het internet kan vinden. En je moet gewoon niet te moeilijk denken. Ik bedoel, de simpelste dingen zijn voor een ander weer heel ingewikkeld. Ja, snap je? Dus dat is een beetje de verhouding van, wat voor jou lastig is, is voor mij moeilijk. Wat voor jou heel makkelijk is, is voor mij heel moeilijk, snap je? En daarom leer je dat weer van elkaar, en dat is gewoon denk ik heel mooi dat je dat weer aan een ander door kan geven. Ja, klopt. En hoeft echt geen 1000 euro te kosten. Dat kan ik je wel verzekeren in ieder geval. Maar zijn die prijzen ook realistisch? Om zich van, nou, ze vragen echt veel te veel voor wat ze eigenlijk aanbieden. Als je het ook zelf in principe kan doen. Ja, realistisch. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik snap het dat ze die cursussen verkopen. En ik vind het ook wel een heel slim businessmodel. De prijzen variëren. Ik ken iemand, ik ga geen namen noemen, want dan maken we gratis promotie en dat doen we niet aan bij de Scientologen. Maar ik ken iemand die het voor 500 euro doet, ik ken iemand die het voor 1000 euro doet en er is ook iemand die het voor 4500 euro doet. Zo, dat zijn wel dikke bedragen. Dat zijn wel flinke bedragen en ik denk ook dat mensen dan afvragen, ja, maar waar zitten dan die verschillen in? Dat is puur eigen waarde inschatten, denk ik. En ja, ik zie het wel zo van, hè, tuurlijk. Je kan zeggen, het klopt niet, en je kan ook zeggen van, hè, het is het niet waard, en daar ben ik het ook mee eens. Maar er is ook toch wel een hele grote groep met mensen die het wel betaalt, snap je? Dus maar zijn dat dan mensen... kom je meer terug op het feit en op de vraag van, is het waard? Ja, die mensen vinden dus kennelijk wel, die 1000 euro, die vinden het waard. Maar zijn die mensen dan in die zin meer onzeker, dat ze denken, oké, ik heb echt geen andere optie, ik ga dat echt betalen? Of denken mensen, wanneer ik bijvoorbeeld 1000 euro betaal, dat geeft me 100% garantie dat ik uiteindelijk ga slapen? Ja, nou ja, kijk, en dat is wel de moeilijkste vraag die je stelt, want ik geloof wel dat het wel waard kan zijn. Puur om het feit dat
Er zijn ook mensen die gewoon daadwerkelijk zeggen van ik heb hier, hieruit ben ik begonnen en heb ik nu gewoon iets moois opgebouwd. Dus het is zeker niet een fabeltje. Het werkt ook, dat is bewezen. Maar kan je het zelf vinden? 100%. Oké. Okay. Ja, die natuurlijk, ja. Maar waar komt die interesse dan eigenlijk vandaan? Dat er zoveel mensen zeg maar geïnteresseerd zijn in de e-commerce. Nou ja, dat is wel weer denk ik terugleidend op het feit dat het natuurlijk ook overkomt bij heel veel mensen als een succes, als een iets wat iedereen kan doen. Wat ik ook tegen jullie zei, is ik wil ook eerlijk zijn over de dingen die niet goed gaan en over de dingen die super slecht kunnen gaan, over de risico's en niet alleen maar over wat er mooi is en op Ibiza zitten en met mooie auto's rijden, snap je? En of dat nou gehuurd is of gekocht, dat vind ik persoonlijk niet eens een rol spelen. Alleen ik vind dat je wel ook moet vertellen wat er fout kan gaan. En ja, ik nam net ook de vergelijking al voordat de camera aanging van neem je een risico, bedenk dan ook of je het risico kan nemen. Ja, mensen met dat gokken. Ja, met dat gokken weet je wel. Ik bedoel, je gaat ook niet naar het casino met 100 euro als jij exact 100 euro op je rekening hebt staan. Een beetje lastig. Dan wordt het gewoon een heel lastig verhaal en dan kan je hopen dat je alles wint. Maar als je dan niet wint, dan heb je jezelf in de problemen geholpen, zeg maar. En wat ik deed, wat ik nog steeds doe, ik heb een part-time salesbaan, daar werk ik 24 uur, 4 dagen in de week. En wat ik kan missen, hè, buiten als ik mijn rekening heb betaald, wat ik daar omheen kan missen, dat stop ik terug in mijn business. Kan je investeren? Want dat kan ik missen, snap je? En, ja. Ja, de filosofie zegt ook, als jij al je rekeningen hebt betaald, en het geld dat je daarna over hebt, dat is overvloed. Dus dat is eigenlijk niet iets wat je nodig hebt. En tuurlijk, je wilt leuke dingen doen, maar dat valt niet onder je basisbehoeften, snap je? En die keer dat je naar de McDonald's gaat of dat je even een keer een nieuwe paar schoenen koopt, daar is niks mis mee, maar dat is niet je basisbehoefte. Dus ik zou dat ook anders kunnen gebruiken, door bijvoorbeeld in plaats van een schoen van 100 euro te kopen, de helft opzij te zetten en dan iets goedkoper schoen te kopen en dan dat investeren, snap je? Dus dat is een beetje van zoek echt manieren en geld wat je kan missen, maar ga niet je volledige spaarrekening investeren terwijl je daar misschien iets veel beters mee kan. Je hebt soms van die waaggels die vol in ja, kijk, en ik zeg niet dat het niet kan. Ik bedoel, er zijn zat mensen die het hebben bewezen dat het wel kan, maar dan spreek je over geluk, snap je? En als jij zegt van ik kan het sowieso missen, dan sta je er ook heel anders in, denk ik. Ja. Want of het nou wel of niet goed gaat, ik zie het meer als een investering in jezelf. En ja, tuurlijk, je kan het nog steeds verliezen. Dat wil ik ook duidelijk maken. Maar als je het dan verliest, dan heb je er misschien wel weer een stukje kennis in overgehouden. Ja. Snap je? En ze zeggen ook, als je 99 keer een fout maakt, dan weet je bij de 100ste keer wel hoe je het de volgende keer niet moet doen. Ja, je hoopt ook niet dat de ezel de derde keer tegen de Nee. En dat zullen nog steeds wel mensen doen. Weet je wel, alleen ja, dan nog, ik geloof wel dat je dan uiteindelijk er wel een keer van zal leren. En dan kom je weer op het feit van, hè, waarom hebben dan die mensen zoveel interesse in? Iedereen heeft er interesse in en iedereen kan een cursus kopen, maar het feit blijft dat je kan elke gek leren hoe een auto werkt, maar niet iedereen kan auto rijden. Dus je moet ook wel bedenken van, werkt dit voor mij, snap je, en vind ik dit echt leuk? Klopt, ja. Snap je, en als je het niet leuk vindt, dan moet je het gewoon niet gaan doen. Dan kan je wel bij jezelf denken van, ja, ik word er misschien super rijk van of... weet je wel, maar als dat je motivatie is, dan wordt lastig. Hou je het niet uit. Want in de eerste paar maanden, dan ga ik wel gemiddeld, het woord gemiddeld gebruiken. Maar de gemiddelde, het gemiddelde persoon gaat in de eerste paar maanden echt niet zien dat die duizenden euro's op zijn rekening toch krijgt. En sterker nog, het kan ook zo zijn dat hij juist in de eerste maanden verlies gaat draaien. Ja. En heb je tips voor zulke mensen die echt gewoon hoop hebben, gaan investeren, uiteindelijk ook producten verkopen, maar doordat ze zeg maar te veel hebben geïnvesteerd bijvoorbeeld in het maken van reclames op Facebook, TikTok, het kopen van cursussen, dat ze zeg maar eigenlijk zoveel kwijt zijn als ze gewoon producten verkopen dat eigenlijk geen winst meer oplevert. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Zeg maar? Dat ze gelijk op break-even spelen of nog meer winst verlies maken. Ja. Nou ja, kijk, dan kom je, dat is wel een mooi bruggetje eigenlijk naar hoe ik zelf ben begonnen. Want ik ben begonnen toen op een gegeven moment met, ik ga niet meer met bol.com, ik wil overstappen naar dropshipping, hè, dat misschien wel wat mensen kennen. Je koopt een product, je hebt een klant, jij bent zeg maar de tussenschakel en op het moment dat iemand het product bestelt, dan gaat het van de leverancier rechtstreeks naar de klant toe. Wat je vorige keer ook goed had uitgelegd en dat is eigenlijk gewoon heel simpel gezegd hoe het werkt. Dat ben ik dus ook gaan doen en ik heb toen eerst zelf de makkelijke weg gekozen door eigenlijk een complete webshop te laten bouwen en ja, toen was die gebouwd en toen ben ik zelf de producten gaan zoeken en ben ik op die webshop gaan verkopen.
En dan kom je weer op het feit van, ja, maar is het dan niet moeilijk als je in het begin heel veel verlies leidt? Ja, maar het is ook heel moeilijk als je in het begin heel veel winst leidt. Want beide factoren kunnen jou een beetje hersenspoelen. Want als jij in het begin, kijk, je moet het zo zien. Als iets in het begin lukt, dan voelt dat goed, weet je wel. Je krijgt een gevoel van trots en je bent voldaan van, nee, ik wou iets en het lukt me. Het risico, en dan kom je weer terug op de risico's. Het risico daaraan is als jij in de eerste twee maanden supermooie cijfers draait, maar in de derde maand niet, dan kan je heel hard terugvallen. Ja, want dan denk je bij jezelf van, je komt in een bepaald ritme terecht van, hey, het lukt me, en dan ineens lukt het niet meer. En dan ga je bij jezelf denken van, hey, maar waarom lukt het dan niet meer, weet je wel? Hoe kan dat? Wat doe ik fout? En dat is, dat zijn van die punten, dat is ook wanneer je in het begin eigenlijk totaal geen winst maakt. Je moet proberen om op dat soort punten echt niet op te geven. Ook al lijkt het misschien het einde van de tunnel nog lang niet zichtbaar. Ja, als je dan opgeeft, dan heb je al die maanden geïnvesteerd voor helemaal niks. Weet je wel? Dan heb je al die maanden en al het geld geïnvesteerd, maar dan stop je. Waarom? Omdat het eventjes niet lukt? Ja, dat is toch bij alles in het leven. Dat het misschien even niet lukt, maar dat je misschien door moet zetten en dat het daarna wel lukt. Maar dan is de kunst eigenlijk om gewoon verder te gaan en niet opgeven. Ja, niet opgeven en niet te makkelijk denken. Of je nou winst maakt of je nou verlies maakt. Nooit zal het altijd van een leien dakje lopen, snap je? En het zal nooit precies volgens plan gaan. Maar als jij gewoon 100% inzet en echt 100% geeft, ja, dan heb je toch in principe alles gedaan wat je kan doen. En of het dan wel of niet lukt, dan heb jij in principe voor jezelf wel alles gegeven. Ja, want wat ik vaak ook in mijn omgeving merk, heel veel jongeren die willen een onderneming beginnen, die willen een eigen bedrijf hebben, die willen bepaalde zaken op orde hebben. En dan beginnen ze eraan, 1 week, 2 weken, of misschien een maand of 2. En dan zeggen ze, ja, weet je, uiteindelijk, ik maak er niet genoeg geld, ik verdien er niet heel veel geld mee. Mm-hmm. En dan gaan ze mee stoppen. Het is gewoon jammer, want dan hebben ze één struikelblok waar ze niet verder mee durven te gaan. Ze denken, ik haal niet genoeg winst, of ik maak een verlies. Weet je wat, laat maar zitten. Dan gaan ze gelijk mee afkappen. Ik vind dat echt zonde. Ik bedoel, je moet, als je echt zo gemotiveerd bent, precies wat jij zegt. En dat is ook super zonde. Maar ik geloof erin. En nogmaals, dat is wel mijn eigen mening. Hè. Laten we vooropstellen dat niet iedereen hoeft, net als mij, diezelfde mening te delen. Maar mijn mening is dat eigenlijk, ik denk sowieso wel 75% van de jongeren of de volwassenen, of iedereen die het op zo'n manier doet, die doet het met de verkeerde motivatie. Die doet het niet met de motivatie om iets moois neer te zetten en om echt iets op te bouwen. Dan doe je het echt met de motivatie van, ik wil gewoon binnen een paar maanden rijk zijn en ik wil gewoon een leuke auto voor de deur zetten en that's it. Ik wil gewoon iets opbouwen, op de bank zitten en ik wil gewoon af en toe mijn telefoon kijken en zien dat er geld binnenkomt. Maar zo werkt het niet, snap je? En dat zei ik net ook, als het voor iedereen zou werken, ja, tuurlijk werkt het niet voor iedereen. Dat is ook helemaal niet gek. Dan zou iedereen het kunnen doen in principe. Dan zou toch iedereen niet miljonair zijn, dan zou ik gewoon niet hier wonen. Dan zou ik gewoon lang in een villa wonen met 12 badkamers en snap je, dat zou iedereen dan wel iets opleveren. Maar tuurlijk, het is de kunst wie wel doorgaat en wie niet doorgaat. En, de sterkste overlevende, hè? De sterkste overlevende, snap je. De leeuw wint eerder dan de rest. En ik wil niet zeggen dat ik de leeuw ben, maar ik wil wel zeggen dat ik in mijn eerste twee stores ook niet altijd maar winst maakte. En het ging op een gegeven moment ook helemaal niet goed. Snap je? En dat was in de periode dat ik het niet zelf als een bedrijf opzette. Ik bouwde al webshops en het ging wel goed. Maar ik had echt net dit appartement. En dan heb je een appartement. Kost ook geld. Moet je ook dingen opbouwen. Je moet het ook inrichten. En toen had ik eigenlijk een beetje de downperiode. Maar dat liet ik aan niemand zien. Want ik hou er ook niet van om dat aan mensen te vertellen. Van ja, waarom zou ik dat moeten delen? Ik vind het hier mooi om te delen, maar ik hoef niet als een slachtoffer gezien te worden. Van ja, kijk hoe zielig ik ben. Want ik doe het zelf. Ja. Ik kies er zelf voor, ik neem zelf het risico. Ja, en wie zijn billen brandt, moet gewoon op de bladeren te snappen. En ik vind dat geen excuus om dan te zeggen van, dan ga ik maar een ander vragen om geld. Ja. Dus, maar heel veel van jou dat je op deze manier aanpakt. Dat geeft vind ik dat je dat moet doen. Zeker als je die verantwoordelijkheid neemt. Met een appartement en dan is dat gewoon je eigen pakje aan, zeg maar. Dus dat ging eigenlijk gewoon, ik weet niet of slecht is misschien een mooi woord, maar het ging wel, het ging niet zo van een leien dakje, zeg maar. Maar toch, je bleef positief, toch zeg je het licht aan het einde van de tunnel, toch heb je doorgaan, je bent allemaal gelijk gestopt. Kijk, en dat is weer mijn voordeel, dat ik nog altijd gewoon een part-time baan had met een vast contract. Dat was volgens mij, ook voor mij denk ik, de slimste zet. Ik had altijd wel een plan B. Een backup plan. Een backup. Hè. Ik wist gewoon van, dit wil ik. Dit is mijn toekomst. Maar als het niet lukt. Dan heb ik altijd nog een goed salaris. Waarmee ik gewoon mijn huur kan betalen. Gewoon mijn rekening kan betalen. Tuurlijk, ik zou niet zo breed kunnen leven als dat ik met e-commerce zou kunnen doen. Maar ik heb genoeg
voor mijn verantwoordelijkheden, voor mijn verplichtingen. Weet je wel? En dat was belangrijk, want mijn vader ook altijd gezegd van, je moet je rekening kunnen betalen en wat je daarna doet, dat doe je helemaal zelf. Gewoon het hoofd nog boven water. Ja, ja, want dat zijn je verplichtingen en daar kies je ook zelf voor. Weet je. Het is een bewuste keuze om te zeggen, ik ga op mezelf wonen. Dus neem dan ook die verantwoordelijkheid en ga dan ook niet ergens wonen of ga ook niet iets doen. Als je van tevoren al weet van dat kan niet, weet je wel, dat klopt niet. Het moet wel realistisch zijn. Ja, ja. Maar raad je mensen ook aan die voor zichzelf willen beginnen dat ze ook nog gewoon een vast inkomen moeten hebben? Bijvoorbeeld ja, een part-time-baan, bijbaan. 100%. Ik raad iedereen aan om nooit al in te gaan. Je mag al ingaan, be my guest, dat is natuurlijk helemaal jezelf. Maar risico's zijn maar zorg altijd voor een plan B. En mijn plan B was gewoon, ik wist dat ik een goede baan had. En toen de tijd kreeg ik een contract. En dat liep ook eigenlijk allemaal super mooi, want ik kreeg een contract. Dat contract kreeg ik in mei en in juni kreeg ik de sleutel van dit appartement. Nou, dat liep gewoon zo mooi samen. Ja. Ik wist ook gewoon van, nu kan ik ook risico's nemen. Want wat er ook gebeurt, of het nou fout gaat of goed gaat, ik kan sowieso de huur betalen. Ja, it's meant to be ook als het. Ja, want je weet met een contract moeten hun mij betalen, snap je? Ja. Nou, en dat was voor mij dan een mooi teken van, ik geloof dat ik in alles gebeurde met de reden. Nou, dat gebeurde gewoon precies zoals het moest zijn. Dus ja, dat liep gewoon goed, maar daarom zeg ik, je moet wel altijd een plan B hebben. Je kan natuurlijk nooit op één paard gaan wedden. Als het dan fout gaat, wat ga je dan doen? Ja. Snap je? En mijn plan B voordat ik hier begon te wonen, dat was eigenlijk heel simpel. Ik woonde nog thuis, ik had niet super veel kosten. Als het fout ging, ja, dan kon ik toch gewoon terugvallen op mijn ouders. Ik had nu gewoon een mooi bed en ik had elke dag, hè, ik heb hele lieve zorgzame ouders. Die hebben elke avond een bord met eten staan. Weet je wel, ik ben nog nooit wat tekort gekomen bij mijn ouders thuis. Ja, ik had niet een reden om zorgen te maken. Want als het fout ging, ja, dan had ik mezelf er wel mee. Maar ja, verder niemand, snap je? Ik zou nooit iemand anders daarmee kunnen schaden. Had je het wel geaccepteerd, stel dat het echt zo slecht zou gaan, dat je hier toch niet zou blijven kunnen wonen, dat je toch naar je ouders zou terugvallen? Had nee, je het nooit. Wel geaccepteerd? Nooit, echt niet. Nee? Nee, nee, mijn trots daarvoor is te hoog. En ja. Veel mensen hebben dat. Ja, mijn trots is daarvoor veel te hoog. En ik denk dat mijn ouders het ook wel zullen zien. En dat weten we volgens mij ook nog niet, dus dan zullen ze het nu via deze weg horen. Maar toen ik hier ging wonen, was zoals ik net al verteld, heel impulsief. En mijn vader die heeft altijd wel, die is wat relaxer zeg maar. Die heeft gewoon zoiets van, nou weet je bent een slimme jongen. Je bent ook niet achterlijk. Je komt er wel. Ja. Je komt er wel, weet je wel. En als je iets gaat doen, ja, dan zou je er ook wel over na hebben gedacht. Mijn moeder is natuurlijk een echte moeder, heel zorgzaam. Die maakt natuurlijk altijd zorgen. Ik denk, welke moeder niet? En die zei wel van, ja, lukt dat dan wel? En kan het allemaal wel? En gaat je dat wel lukken? En ja, die hadden er al wel twijfels over. Van, kan je wel op jezelf gewoon? Lukt dat allemaal wel? En ook het grote financiële plaatje. Het kost natuurlijk gewoon ook wel een heleboel geld. En het is wel mooi dat ze na twee maanden ook tegen me zeiden van, nee, we zijn er wel gewoon echt trots op dat je is gelukt. Want wel, we hadden onze twijfels wel, maar het is je wel gelukt. En daarom zeg ik ook, mijn trots was veel te hoog. Tuurlijk, ik kon gewoon allemaal rekeningen betalen. Ik heb echt geen gek schulden gehad of zo, maar ik nam wel hele hoge risico's en dat zou ik niet snel aan mijn ouders toegeven. Ik zou nooit bij hun terugkomen. Ja, ik wil daar wel graag komen, maar niet om daar te wonen, ja, snap je? En daarom zeg ik ook, ik neem wel risico's, maar ik kan wel met trots zeggen dat ik hier nog nooit een maand huur heb gemist. En dat is omdat ook al neem ik een risico, ik zorg er wel voor dat mijn verantwoordelijkheden altijd bovenaan staan. En wat ik dan zelf wil doen, dat is allemaal overbodige. En ook mooi die complimenten van je ouders. Dat is toch zeker weten, maar dat geeft ook energie. Ja, ja. Dat is uiteindelijk ook je driver, denk ik. Ja, 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 natuurlijk. Ja, het is altijd belangrijk om gewoon steun te hebben achter ja, je. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Terugvallend op nog net, wat ik mooi vind, wat je vertelt zeg maar, de vergelijking. Kijk, bij jou was zeg maar, e-commerce toch wel echt je plan A en plan B was toch een vaste baan. Ja. Maar wat ik zie bij mensen die zeg maar, e-commerce gaan doen, plan A voor hun is gewoon hun vaste baan, plan B is e-commerce. Dus ja, zij zetten zich niet volledig in wat ze willen doen. Klopt. En als je dat niet doet, dan kom je er niet. Klopt, en ik denk ook, kijk, weet je. Moet ze zeggen trouwens. Ja, ja, nee, maar dat is echt, dat is denk ik wel iets wat gewoon op het tegeltje zou mogen bijna. En er zijn vast mensen die mij kennen die dit zien en er zijn ook een heleboel mensen die misschien helemaal niet kennen. Maar de mensen die mij wel kennen en mij, de meeste mensen die mij echt goed kennen in mijn directe kring, die weten ook dat de dingen waar ik over praat, word ik heel enthousiast over. En wat ik doe, geloof ik 100% in. En ik geloof er ook in dat het voor mensen misschien moeilijk te begrijpen is, want ja, je hebt toch geen glazen bol. Die heb ik niet. Ik ben ook helemaal niet gek ofzo als je dat denkt. Maar ik geloof wel echt gewoon daadwerkelijk in dingen die ik doe. En ik zou nooit iets doen waar ik echt heel erg over twijfel. En tuurlijk moet jouw A-plan
of je A-plan, je plan A moet voorop staan. Maar je moet niet blind worden door dingen die jij wil, snap je? Want zo werkt het niet. Je kan niet zeggen van, ik wil iets, dus het gebeurt. Ik wil iets, dus het gaat maar lukken, weet je wel. Nee, je wilt iets, prima. Ga ervoor werken, prima. Maar vergeet niet dat je verantwoordelijkheden en dat soort dingen, die komen uiteindelijk eerst. En de rest komt daarna, weet je wel. En daarom heb ik altijd die baan gehouden. En ja, weet je, als je mijn eerlijke mening vraagt, ik heb wel plezier in mijn werk en ik vind het leuk. Maar ik zou het liefst vandaag wel stoppen, zeg maar. Ja, snap ik. Gewoon voor 100%, voor 100% op jezelf kunnen... Zeker weten. Ik geloof ook, weet je, ik steek nu super veel tijd in wat ik doe. En dat vind ik ook niet erg. En ik vind ook niet erg om in de avonduren te werken of tot laat in de ochtend. Dat maakt me allemaal niet uit. Alleen, ik weet wel, hoe meer tijd ik erin steek, hoe hoger ik kom en hoe harder ik ga rennen. En hoe sterk je in je schoenen staat natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Zeker weten. En ik doe nu meerdere dingen. En ja, dat heeft natuurlijk ook... Ook een motivational speaker. Ja, nou, ik vind het leuk om mensen te helpen. Zo als dit vind ik ook leuk om te vertellen. Maar dat kost ook allemaal energie. En het is natuurlijk uiteindelijk belangrijk om op één ding te focussen. En dat is uiteindelijk het doel. En niet om op 20 dingen tegelijkertijd... Ja. Dat lukt gewoon niet. Nou, je moet je energie verdelen. En dat is ook wat jij zegt, weet je wel. Plan A en plan B, dat is goed. Maar houd wel overzicht. Weet je. Ga niet 10 dingen doen dat je denkt van... is dat het beste of zo. Waar haal je trouwens meer plezier uit? Natuurlijk allebei, valt onder het ondernemerschap. Maar vind je dan mooi om, zeg maar, sales te kunnen maken? Of vind je het meer mooi om bijvoorbeeld mensen te kunnen motiveren dat zij sales maken? Waar haal jij meer plezier uit? Nou, op zich is dat wel een grappige vraag. Want eigenlijk, wat ik doe, lijkt wel heel veel op elkaar. Kijk, sales en e-commerce is misschien natuurlijk niet helemaal dezelfde branche. Maar goed, mijn ouders zeiden ook altijd al van, ja, weet je, je bent gewoon een verkoper. Je kan gewoon lullen als brugman. Ik zeg ook altijd, weet je, ik verkoop nog zand aan de Sahara. Ja, in principe, als je goed kan verkopen, dan kan je ook een webshop bouwen. Want webshop bouwen, dat is uiteindelijk ook om iets te gaan verkopen. Een platform. Snap je? Ja. Er zijn 1000 producten, maar wat ik net ook al tegen jullie zei, ik geloof erin dat als jij eenmaal iets kan, dan kan je ook een glas verkopen. Dan kan je ook een microfoon verkopen, maar dan kan je ook een bank verkopen. Ja. Tenminste, dat is hoe ik het zie. En ik haal uit e-commerce wel veel meer plezier. Maar dat is denk ik omdat mijn saleswerk op een gegeven moment een beetje eentonig is, weet je wel. Ik doe telefonische verkoop, dat is vanuit huis uit wel heel fijn, maar uiteindelijk wel een beetje eentonig. En e-commerce is eigenlijk nooit hetzelfde, weet je wel. Als jij een webshop gaat bouwen, het vetste vind ik, en ik ga het jullie zo laten zien, achter de schermen. Sorry kijkers, misschien dat jullie dit ooit nog wel zien, maar dan laat ik jullie ook echt zien dat hoe het eerst was. En wat het is geworden. En als je dan zulke progressie ziet. En je kan van dit. Kan je dit maken. Ja, dat is echt, dat geeft voldoening. Dat is niet te beschrijven, snap je? En natuurlijk zitten er altijd mensen tussen die denken van. Ja nee joh. Dat is allemaal boost. Weet je wel. Je wilt gewoon geld. Nee, maar geloof me. Het is net als een huis bouwen. Weet je wel. De eerste steen is gelegd. En iemand die totaal niet visionair is. Zal zeggen van. Ja. Dit is gewoon een stuk grond met een steen erop. Weet je wel. Ja, lekker interessant. Ja. Maar iemand die een hele brede visie heeft. Die zal zeggen van. Ja, maar dit is gewoon een prachtig huis. Met weet ik veel, mooie tuin. Snap wat ik bedoel? Dus je moet het grotere plaatje zien. Voordat het grotere plaatje er is. Ja, zeker. En dat is weer dat stukje vertrouwen. Van, heb er vertrouwen in dat het van A tot Z. Uiteindelijk wel bij punt Z gewoon iets is. En niet denken van. Ja, maar het is nu nog niks. Dus ja, het lukt me allemaal niet. En heel negatief. En klagen, klagen, klagen. En heel veel problemen bedenken. Die eigenlijk nog niet bestaan. Ja, dan kom je niet, weet je wel. Die positiviteit die moet je uiteindelijk wel zelf opbrengen. Want, weet je, ik kan jou iets moois vertellen. Jij kan mij iets moois vertellen. Wij kunnen elkaar ook heel veel mooie dingen vertellen. Maar ja, jullie gaan allebei naar huis straks. En dan zit ik hier wel in mijn eentje, snap je? En dan moet ik wel in mijn eentje weer die positiviteit en die motivatie opbrengen. Om het ook te gaan doen. Snap je? En ik heb een prachtige vriendin die mij elke dag motiveert. Maar ook als die weg is, moet ik het nog steeds zelf doen. Dus ja, dat is uiteindelijk wel je eigen... Pak je aan, zeg maar. Ja, echt een top beschreven, broeder. Echt, ja, echt een mooie. Maar dat vind ik belangrijk. En je moet wel uiteindelijk heel veel mensen om je heen hebben die je steunen. Het kan een familie zijn, wat je net zei, vrienden, gewoon mensen, dichte kring. Maar uiteindelijk doe je het zelf. Dat is eigenlijk gewoon een gunst die je hebt. En je moet, we zijn in staat om, zeg maar, onszelf, zeg maar, te verbeteren, nieuwe dingen te leren. Die gunst hebben wij gekregen van, ja, voor de gelovigen van God natuurlijk. Ja. En daar moeten wij gebruik van maken. We hebben een dak boven ons hoofd, ja. We hebben familie, we hebben vrienden, eten en drinken. Ja, en als je dan nog steeds verdrietig, droevig bent en de hele dag thuis zit en niks te doen, dan... Klopt, ja, dan... En ik denk ook, weet je, kijk, ik lees wel heel veel verhalen van mensen die echt diep in de panarie zitten, die gaan voor het beginnen met ondernemen. Dikste respect, echt vanuit mijn hart, ik gun het iedereen.
Maar ik wil wel tegen iedereen zeggen die het nu gewoon goed heeft, met een dak boven zijn hoofd, wees niet, ga er niet naar handelen alsof je niks hebt, weet je wel. Ga niet doen alsof je niks hebt, ga niet doen alsof je dit je laatste optie is, want het is niet je laatste optie. Snap je? En ik denk ook dat als je het doet uit een bepaalde depressiviteit, dat je dan niet zo ver gaat komen, puur om het feit omdat je dan heel hopeloos wordt, weet je wel. Je doet het maar, je hoopt dat er iets uitkomt. Maar je zal het niet met de echte positiviteit doen en met de dankbaarheid dat je al goed zit en dat dit een extraatje is. Ja. Het moet niet het laatste eindstation zijn. Nee, het moet niet het laatste eindstation zijn. Want weet je wat, stel je voor dat dit bij mij ook niks wordt. Het kan, hè. Ik bedoel, laten we nu niet doen alsof ik al... Ja, maar laten we nu niet doen alsof ik al een multimedia ben. Ik bedoel, als het bij mij niet werkt, dan heb ik toch ook gewoon nog steeds een mooie baan en een prachtige vriendin en een leuke kat en een mooi appartement. Dus het is niet alsof ik dan ineens in de goot lig. Het is dan gewoon... Ja, weet je, die ligt nu lekker te slapen. Maar het is gewoon uiteindelijk dan een gemiste kans. Maar het is niet een afsluiting van mijn hele leven, snap je? Ik bedoel, waar dat ene deurtje dicht gaat, gaat echt wel weer een andere open. Echt, 100%. Ik denk dat dat een heel mooi woord is, wat je nog net hebt verteld. Dankbaarheid. Ja, als je nu gewoon dankbaar bent met wat je hebt, dan zal je... Zo meteen misschien meer krijgen. Tuurlijk, als je nu niet tuurlijk. Kijk, en je moet super dankbaar zijn. En dat ben ik ook altijd geweest. En daarom zeg ik ook, weet je wel. Ik heb ook niet in de goot gelegen. Ik heb een super gezin. Ik heb leuke ouders, leuke broers, weet je wel. Blessed. Er is maar nooit wat tekort gekomen of zo. Ik heb wel altijd super hard gewerkt voor alles. Ik heb altijd gewerkt. Vanaf mijn jongste, vanaf mij was ik 14 of 15. Net als mijn broers, alle drie altijd super hard gewerkt. Maar altijd dankbaar geweest, snap je? En nooit iets tekort gekomen. Dus, eigenlijk. Ja, het is niet dat ik hier zit en dat ik zeg van kijk mij hoe zielig ik ben. Ja. Alleen ik weet wel hoe het is om hard te werken. Dus ik weet ook van als dit niet lukt, dan komt er wel weer wat nieuws, weet je wel. Het is niet dat het dan het einde van de wereld is. Maar je moet wel, die blessings moet je wel tellen. Je moet niet... Een positieve mindset en een visie. Ja, tuurlijk, weet je wel. Kijk, en ik snap echt wel, ik bedoel, ik ben echt geen, ik ben niet achterlijk. En jullie ook niet. En tuurlijk, iedereen die dit kijkt, begrijpt, we willen allemaal een mooi huis. Snap je? Ik bedoel, ik kan hier wel een heel mooi verhaal vertellen. Denk je echt dat ik geen mooie auto wil? Dat ik niet elk jaar met mijn vriendin vier keer op vakantie wil? Tuurlijk wil ik dat, snap je? Alleen, probeer dat eerst opzij te zetten. En probeer eerst wel gewoon te bedenken van, hé, ik moet het eerst opbouwen. En dan... komt het wel, weet je wel. Dat heb ik ook van mijn broer geleerd. Je moet er eerst voor werken, weet je wel. Hij zei ook altijd tegen mij van, je kan niet iets kopen als je het gauw niet hebt, snap je. Je moet er eerst voor werken en als je het hebt gewerkt, als je hebt gewerkt en je hebt hard gewerkt, dan moet je gaan genieten. Maar je moet niet gaan genieten voordat je al überhaupt iets hebt bereikt. Dat zijn wijze. Ja, dan ga je ook ergens aan wennen wat je eigenlijk nog helemaal niet kan voorloven. Ja. En dan, ja, gaat het fout. Jongens, we zijn al bijna een half uur zeg maar, aan het filmen, dus ja. We hebben echt veel verteld. Volgens mij wilde jij nog iets... Ja, ik denk, moraal van het verhaal, de route die je bewandelt, die bepaal je zelf. Elke stap die je zet, die bepaal je zelf. Als jij iemand anders stappen voor jou gaat laten... Zeker weten. Ik denk gewoon, ik denk dat een hele mooie afsluiter is. Dat het belangrijkste is gewoon, nogmaals, ik ben ook niet perfect, ik weet ook niet alles, maar wat ik wel weet is dat je niet te hard moet gaan... Dat je echt dankbaar moet zijn voor überhaupt wat je hebt. En dat je dit gewoon moet doen als het je echt leuk lijkt. Hè? Dus doe het alleen als je het echt wil en als je er echt plezier in hebt. Geloof me, alles wat je niet leuk vindt, hou je niet langer dan een jaar vol. En ja, weet je, geloof niet alles wat je ziet. 4 punten, geloof echt niet alles wat je ziet. Alles wordt mooier gemaakt. Ga jezelf op onderzoek uit. Iedereen mag mij een berichtje sturen. Ik ben echt niet de moeilijkste. Maar ga niet als een kip zonder kop beginnen... Zonder dat je eigenlijk research hebt gedaan en €1000 voor een cursus, dat hou hem lekker in je zak, zou ik zeggen. Mooie afsluitende woorden. En mensen kunnen ook bij jou terecht, zeg maar. Ik wil niet zeggen dat ik nu een of andere guru ben. Ik wil mezelf ook niet beschilderen als iemand die alles al weet. Hè. Ik ben zelf een jaar bezig. Ik ben nu bezig met een brand, dat wordt ook weer iets heel groots. Maar ik ben niet de grootste van de wereld. Maar mensen kunnen mij DM'en, mensen kunnen me vragen stellen. Ik help ook nu ongeveer 10 studenten met het opstarten. Ze mogen mij vragen stellen. Ik help met de webshop bouwen, vind ik ook heel leuk om te doen. Dus stel die vragen als je iets niet weet. En uiteindelijk kan ik jou helpen en kan jij mij helpen. En vanaf waar kunnen ze het beste contacteren? Anders kunnen dat zeg maar bij de beschrijving plaatsen. Ja, gewoon via Instagram. Je kan gewoon een DM sturen. Okay. En daar kan je mij vragen stellen en laatste punt is, niet alles kost geld. Ik ben niet de moeilijkste, weet je, vragen en antwoorden
Dat is allemaal gratis, dus dat mag iedereen... Zullen jouw Instagram onder ons beschrijving zetten voor vragen of wat dan ook. Goeie promotie. Ja, sowieso altijd broeders vanuit ons hart. Ja, ja. Jongens, dit was de video. Echt hartstikke tof. Ja, bedankt dat jullie zijn geweest en jullie zijn altijd welkom. Dankjewel. Wij ook bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!